De handen zijn weer vuil en groen. We hebben het goed gedaan. Tuinman Lodewijk Hoekstra en weervrouw Helga van Leur waren op bezoek in Zoeterwoude-Rijndijk. Voor het RTL4-programma Lodewijks Groene Geluk vergroenden ze enkele tuinen en daken in de Beatrixstraat. Ja, meer plantjes en minder stenen. En heel veel mensen vinden dat lastig en moeilijk. En ik hoop dat we de mensen, maar ook de gemeente hebben geholpen eigenlijk om met z'n allen zeg maar, te doen. Voor het programma zocht Hoekstra de samenwerking met de gemeente op. Ik heb eigenlijk de gemeente gevraagd, willen jullie dat met mij doen? Ik heb een missie, ik wil Nederland groener maken. Zijn de gemeente, wij hebben ook een missie, wij willen dat ook. En misschien kunnen we dat samen laten komen. En toen hadden ze hier in deze straat net een project waarbij de hele bestrating eruit moest. En ook de bomen weg, hè, dat is best wel heftig voor de bewoners. Maar er komen er allemaal nieuwe bomen voor terug en andere bestrating. En dat is heel goed en belangrijk, alleen het heeft geen zin als de bewoners niet meedoen. De gemeente Zoeterwoude subsidieert groene initiatieven. Duurzaamheidswethouder Ruud Bouter werkt dan ook graag mee aan het programma. Doordat we heel veel bouwen, verstedelijking neemt toe. Hè, dat betekent dat rood steeds meer de plek inneemt van groen. Hè. Stenen nemen steeds meer de plek in van groen. Ja, en daar moeten we iets tegenover zetten. En dat doen we met dit soort activiteiten. Weervrouw Helga van Leur zet zich al jaren in als ambassadeur van klimaat, duurzaamheid en gedrag. Zij legt uit waarom vergroenen zo belangrijk is. Nou, vergroenen is op heel veel manieren belangrijk. Het zorgt ervoor dat het koeler blijft in de zomer. Het zorgt voor biodiversiteit, hè, voldoende evenwicht tussen plantjes en de diertjes. Het zorgt ervoor dat het water goed weg kan, dus dat het niet over de tegels afstroomt en gelijk naar de riolering. En het klimaat, dat het er gewoon leuk uitziet. Weet je, je wordt gewoon veel vrolijker, je wordt rustiger in je hoofd als je meer groen in je omgeving hebt. Er is al genoeg steen. Van Leur heeft tips voor Zoeterwoudenaren die willen vergroenen. Begin heel klein, gewoon. Gooiden we een tegel uit en doe er een paar plantjes in. Dat is al heel wat. Je kunt heel makkelijk een geveltuintje maken door diezelfde tegels eruit te halen en daar een paar planten in te zetten die net iets hoger worden. En zorg er eigenlijk voor dat je in je tuin niet meer dan 30% aan tegels hebt of betegeling hebt. De familie Bosman liet een groot deel van hun achtertuin onder handen nemen door de programmamakers. We hebben in ieder geval een rainblok, zoals we dat zo tegenwoordig zo mooi noemen. Opvang van 330 liter water. En op het dak, hier de aanbouw, daar is dan sedum neergezet. Dat is zeg maar, qua verkoeling voor binnen, is het ook weer een stukje aangenamer. De uitzending over de straat in Zoeterwoude is op 25 april te zien om 5:30 bij RTL 4.